twee belangrijke dingen op de agenda voor vandaag. Namelijk CT-scan en tatoeagepuntjes zetten voor de bestraling straks. En we gaan voor het eerst naar het huis kijken. Schat, daar gaan we. We gaan even een paar kleine dingetjes laten zien die we hebben gekozen. Even ons rustmomentje. We gaan lekker ouderwet bowlen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag 27 januari. En er staan twee belangrijke dingen op de agenda voor vandaag. Namelijk CT-scan en tatoeagepuntjes zetten voor de bestraling straks. En we gaan voor het eerst naar het huis kijken. Ik heb er zo zin in! Zoveel zin in. Ik heb er gewoon helemaal een beetje zenuwachtig. En het is rot weer buiten, maar I don't care. Maakt me helemaal niks uit, anders sta ik daar helemaal ingepakt met een paraplu. Ik wil gewoon mijn huis zien. Ik heb er zoveel zin in. En ja, we gaan dus vandaag ook naar de CT-scan. Spannend. We gaan het even zien hoe het allemaal gaat. In principe ga ik ervan uit dat ik toch de tatoeagepuntjes krijg. Anders is het wel heel veel gedoe om alles bij te houden. Dan kan je ook wel moeilijk douchen. Dan moet je echt... Nou ja, we gaan het gewoon even bespreken. We zien het wel. En die tatoeagepuntjes kan ik ook altijd nog weer weg laten lezen als het me heel erg stoort. Dus we zien het wel. We gaan er naartoe. Nou, ik ben nu aan het wachten. Ik zit nu in de radiotherapiegang. Wat een depressieve bedoeling altijd, zo'n kelner. Gewoon even een lekker kleurtje of zo. Het is al donker genoeg. Zo, dit gaat het apparaat zijn voor de CT-scan. Oorbellen en kettingen af. En de rest mag omblijven. En een kwartiertje moet ik blijven liggen. Hallo. Nou, ik ben terug. Ja. Het zijn niet de tatoeagepuntjes geworden. Ik had eerst toestemming gegeven om deze twee en die te tatoeëren. En dan deze proberen met permanent marker. Omdat als je dan een laag uitgesneden truitje aandoet, dan zie je die toch vaak het meest. En ja, ze zeggen, ja, heel veel mensen hebben sproetjes over hun lichaam. En dan valt zo'n tatoeagepuntje minder op. Maar mijn huid is gewoon heel erg gaaf. Dus dan valt het veel meer op. Dus nou ja, ik kon zo liggen. Soepel. Zo was het ongeveer. Ja. En ze konden er goed bij, dus dat was prima. Ik moest een kwartiertje blijven liggen. En toen kwamen ze daarna terug en toen zeiden ze, we hebben het er nog even over gehad. We gaan gewoon proberen om alle puntjes met permanent marker te doen met stickertjes erop. En die moet ik dan proberen erop te laten zitten. Niet warm douchen, niet schrobben, zo min mogelijk zweten. Ja, en er niet aan zitten. En ik heb ook een permanent marker meegekregen. Mocht het toch een beetje loslaten. En als ik denk, oeh, dit gaat niet goed. Dan trek ik even aan de bel. Maar dit is eigenlijk voor een week. Want volgende week start ik natuurlijk met de bestralingen. En dan zie ik ze elke dag. Dus. Maar ik wil ze even laten zien. Moet je even zeggen tot hoe ver ik kan gaan. Ja, ik zou het zo doen inderdaad. Maar de marker, het puntje zit achter het stickertje. Of? Ja. Op die fiets, oké. Dus het stickertje moet zo lang mogelijk blijven zitten. Ja. En als ze dan gaan bestralen, gaat het stickertje eraf? Nee. Oh ja, en hier aan de zijkant nog eentje. En aan de andere kant. Dus de puntjes zijn echt om te bepalen om mij goed te leggen. Ja. Snap je dus... Ja, nee, dat had ik wel, maar ik dacht... Dus dat blijft er gewoon op. Want er staat ook een kruisje op het stickertje. Dus ik dacht misschien dat ze daar dan gewoon mee doen. Zolang het stickertje blijft zitten, dat ze daarmee kunnen. Nee, nee. Dus als ik zie dat het een beetje losgaat, moet ik even proberen die kruisjes na te tekenen, zeg maar. Dat ik
zie waar die was, zodat ze dat snel mogelijk terug kunnen. In het ergste geval doen ze opnieuw een CT-scan. En dan doen ze hem opnieuw tekenen. Ja. Dus dat was dat. We kunnen ook gewoon even naar Mercea. Een leuke tatoeage erbij zetten. Ja, dat wil jij gewoon graag, hè? Ja, ja. Ja. Maar hier valt niks leuks van te maken, te verbinden. Kijk, hier dit misschien wel. Maar overal valt iets moois van te maken. Ja, maar ik kies liever, als ik het dan doe, echt iets wat ik heel erg leuk vind. En niet omdat het een rust ja. is. Maar dit is ook weer gebeurd. En nu gaan we over naar het allerleukste van vandaag. We gaan... Misschien moet ik eerst even aankleden. We gaan kijken naar ons nieuwe huis. Eindelijk naar het huis. Ja, ik heb er echt zoveel zin in. En er komt nog iemand langs die gaat even de taatsdeur inmeten. Nou ja, en kijken of een taatsdeur kan. Of het kan, hè. Want we hebben een vloerverwarming. En de man van de badkamer. Ja. Die komt ook even kijken. Sebastian. Voor de badkamer en de wc. En wij gaan ook heel het huis opmeten en fotograferen en filmen. En ik heb zoveel zin in. Eindelijk. Eindelijk. Ja. Het komt zo dichtbij nu. Ik heb er zoveel zin in. En Schutting hebben we vandaag ook berichten over gehad. En zo, dus alles komt. De trein is in motion, weet je wel. Dan... We kunnen niet wachten om jullie het eerste bezoekje aan ons nieuwe huis te laten zien. Let's go! Nou, daar lopen we dan. Ja. En dan komen onze beertjes. Hoi, hoi. Spannend! Hebben jullie nog een andere kleur? Dit is hem, jongens. Dit is de beauty. Ik hoop dat ik dat opruimen, jongens. Maar die woont in Drenthe en die hadden echt een bouwval gekocht. Dit is de kleur van onze bakstenen. Schat, daar gaan we. Oh my god. Oh. Mooie trapleuning. Hier kan je wat onder doen. Ja, zie je de gegeven dat zit erin. Oké, dat scheelt. Dit is de wc. Mooie trapleuning. Hey. Oké, jongens, zo stap je onze kamer in. Je ziet nu even alleen muur. Hier is onze woonkamer. Daar komt onze grote bank en cinewall. Hier heb je onze openslaande deuren. Ja, pak even de walkie-talkie. Kom eens kijken. Dit is de tussenloop en hier gaan we dan de eettafel doen. En dit is onze keuken met een groot kookeiland en ook twee openslaande deuren naar buiten. Hier is ons raam. En hier komen dan de koelkast, et cetera. Vaatwasser. En daar gaan we dus. Hier komt dan een voorraadkast. Ik mis er wel één ding. Wat dan? De afvoer. De afvoer? Ja. Voor de vaatwasser. Oh, nou. Dat is dan goed dat je dat nog even ziet. Onder de trap kunnen we misschien een ruimte maken voor de schoenen op te bergen. En dan gaan we nu omhoog. Dit is wel een hele grote ruimte. Dit is onze slaapkamer. En daar hebben we dan een muur in tussen gezet. Hier komt de tv. Zodat we hier een mooie inloopkast kunnen maken. Ja. Hey. Onze badkamer. Hier moet de wc komen. Wastafel. Bad. Twee douchekoppen.
Dit is de... Dit wordt nu wel allemaal dichtgesmeerd. Logeerkamer. En dan lopen we zo naar Jessie's kamer. Ik heb de tijd in de gaten gehouden, het is nu 1:30. Jessie's kamer. Die is groot, hè? Ja, zeker. Echt wel flink. Oh, en nu nog het spannende gedeelte. The attic. Jezus. Zo, wat hoog. Wauw, dit is kicken. Zullen we anders toch gewoon hier onze slaapkamer doen? Oh. Wauw. Dit is hoog, hè? En hier kan je kijken tot hoe ver ik hier kan staan. Ja. Dat is echt wel... Ja. Zo. Dit is vet. Dit wordt ons washok. Hallo, Sergio. Ja, op. I'm going to look you up outside. I'm coming outside now, oké? Wauw. Kijk. Zo, dus we hebben even doorgesproken over de stalen taatsdeur. Nu moeten we even erachter komen hoe dik de vloer is die bovenop de vloerwarmer is gelegd. Want hij moet 3 centimeter in de vloer om de deur goed te, om de deur goed te bevestigen. En als we dat dus niet hebben, dan kan er geen stalen, in ieder geval er geen taatsdeur erin. Dan wordt het een scharnierdeur. Scharnierdeur. Oké, nou dat gaan we nog even onderzoeken. Hier hebben we een mooie flyer. Die gaan we even rondspreiden. En dan hartstikke bedankt voor je tijd. Bij eigen naam. Top. Oké. Okay. Dankjewel. En we houden contact. Yep. Top. Alsjeblieft. We hebben ook even bij de buurtjes gespiekt. Onze directe buurtjes. Ook heel mooi huis. Het lijkt eigenlijk meer een beetje op het huis van mijn zus Jennifer, die jullie bij Oud en Nieuw hebben gezien. Ook heel mooi. Ja, kijk, want dit is die van hun. En die zit aan die van ons vast. En jongens, dit is de hele tuin. Plus natuurlijk nog dit allemaal. Oh my god. Vet. Kijk, en dit stukje komt dus nog helemaal omhoog. Dus er komt er nog bij. Dat is bijna 2 meter. Ik moet zorgen dat ik niet inval. Wordt verzorgd om af te ronden. Ja, echt waar? Ja. Maar nou hebben we niks opgemeten. Nou, we zijn de laatste dingetjes aan het doen met de keuken. Ja. Grando Keukens in Rotterdam. Rotterdam Alexandrium, de Mall. Helemaal super. Het echt denkt mee. Ja, zo blij. Super fijn. Ik zal je hem even laten zien, degene die ons helpt. Kijk. Ja hoor, dit is hem. Arjen. We gaan even een paar kleine dingetjes laten zien die we hebben gekozen. We hebben dus deze spoelbak. Alleen bij ons komt hij er bovenop. Ja. Dus dan komt die rand, zeg maar, die moeten we erin gaan doen. Ja. We hebben deze kraan, maar dan loopt die recht. Die kunnen we dadelijk daar nog wel laten zien, maar wel deze kleur. Ja. En verder hebben we dan Siemens stoomoven. Die kunnen we Siemens ook nog wel even laten zien. Siemens vaatwasser. Ja. En Valmec inductieplaat met afzuiger. Zullen we die even laten zien? Ja, en dan moeten we nog eventjes alle stembouw en zo. De maten gaan we zelf doen. En ik heb inmiddels 300 kilo aan gewicht in de rugzak van een soort van composietplaatje waar we dus het epoxy tafeltje mee kunnen gaan testen. Experimenteren. Ja, super tof. Dat denkt ook echt goed mee, dus daar ben ik heel blij mee. Cor, even, waar wil je naartoe dan? Even naar de Valmec eerst. Ja? Ja. Eerst naar voren en dan gaan we weer terug. Ja. Dan gaan we weer naar voren. Ja. Nou, dit is onze kookplaat ja, van Valmec.
Wij zullen zorgen dat we hem beter schoonmaken. Met een mooie afzuiger. Je kan hier een hele grote plaat op doen, hè? Ja. Nou ja, en wat is ook wel... Ik zet hem weer uit. Wat ik ook heel fijn vind, is dat deze motor is super klein. Dus die zit er echt aan de onderkant. En dan hebben we dus heel weinig kastruimteverlies. Ja. Daar ben ik heel blij mee. En de flex zone. Ja. Dit kan je gewoon één grote zone van maken. Je kan er ook een teppan jockey plaat op leggen. Dan wordt dit helemaal warm. Dan kun je gewoon de hele plaat gebruiken om het te pakken. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Nou, dit wordt niet onze keukeneiland, maar wel de lengte en de grootte. Dus 310 bij 120. En dit zijn de kastjes die we nemen. Dit is mat zwart en fingerprint proof. En ook met zulke grepen. Dat is eigenlijk greeploos, noemen ze dat, geloof ik. Dus dit worden de kastjes. En zo komen onze ovens eruit te zien. Ja, dit wordt de stoomoven. Stoom heet de lucht. En dit wordt de pizzaoven. Ik vind hem wel, hij is wel wat smaller. Maar ja, op zich twee pizza's. Als je eventueel twee stenen erin legt, dan... ja, één, twee. Nou, anyway. Ik had het 300 graden, dus dat is echt maar 3-4 minuutjes. Dan is die pizza klaar. En dit wordt stoomoven. Hebben we in plaats van magnetron gekozen. Ja. Omdat het wat lekkerder regenereert. Dus als je eten wil opwarmen, ja, met stoom, blijft het veel lekkerder dan wanneer je het in de magnetron doet. En we gaan waarschijnlijk wel alsnog ook een magnetronnetje nemen. Maar ja, die doen we dan in onze chique voorraadkast. Dat is de bedoeling. Ja. Nou, dit was het, jongens. Dus ik zou zeggen, kom zeker naar deze zaak kijken. En ga in gesprek. Want ze hebben echt hele mooie dingen. En ze denken mooi mee. Dus... toppie, wij zijn heel blij. Zo, we zijn ook even gaan kijken op naar onze bank. Zo, dit is een betere instelling. Gaat het? Ja. Even bijkomen? Even chillen op onze bank. Even ons rustmomentje. Ja, het blijft wel mooi, hè? We hebben hem dan ietsjes kleiner. En dan deze kleur inderdaad. Ja, alleen het middenstuk wordt iets kleiner. Ja, dit deel wordt iets kleiner. En dat is de kleur die we op de muur gaan doen. Een beetje vertekend beeld, denk ik. Dat lijkt een beetje oranje hier op de kamer. Hij zit zo lekker. Dit is gewoon... ja, gewoon echt ploffen. Gewoon een handbank, schoenen uit, lekker zitten. Lekker zitten en niet meer opstaan. Gewoon zo... maakt allemaal niet uit. Ja. Moeten we alleen nog even kijken of we iets van een tafeltje kunnen maken. Hebben we hier zo'n overschuiftafeltje. Ja. Maar die willen we dan een klein beetje hoger, maar dat die iets verder komt. Jesse, nou ga liggen. Ja. Hallo, het is 29 januari. En we zijn een keer met z'n drieën vrij. Ja. Sergio is wel oproepbaar, maar tot we dan zijn met z'n drieën. Dus we gaan gezellig, dachten we, naar het Nijntjesmuseum. Ja. Superleuk. Maar daar waren helaas alle kaartjes van verkocht. En het leek ook tijdelijk gesloten. Ja. Toen wilde ik naar Drievliet. Ook. Dat was ook gesloten. Maar het Dinopark. Ook gesloten. Maar dat geeft niet. Want toen dachten we van, laten we dan naar Peppa Pig World gaan in Leidse Haren. Superleuk. Ja. Gesloten. Nog niet geopend. Nog niet geopend. Nee. Die is helemaal nieuw en door alle coronamaatregelen is dat telkens uitgesteld. Ja, en veel verder kunnen we niet gaan, want ik moet binnen een uur binnen zijn als ik gebeld word. Ja. Dus toen dachten we... we gaan lekker ouderwets bowlen. Goed zo, Jesse. Oh, yeah!
Wil jij deze? Au. Hier, deze. Goed zo! Precies in het gat is ook knap. Ja, knap hoor. Mama is. Mama is. Mama is. Mama. Wat denk jij? Heb mama het goed doen? Ja, sorry, ik wil je uit de weg gaan. Yes! Papa is, papa is. Ah, nog. Ik heb ook een afwijking. Ja hoor, hij doet het. Oh, te hard. Jessie, nog een keer. Als hij niet slaapt straks. Volgens mij, hij mag toch veel dichter. Oh! Yay! Woo! Oh ja, 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 ja. High five! Yes! We zijn weer lekker terug. Maar wat we nog niet hadden laten zien is dat precies voordat we weggingen naar de bowlingbaan, hoorden we mijn moeder ineens toen we de deur achter ons deur dicht trokken. Ja. En toen had ze dus ineens de deur in de handen. Door metaalmoeheid zijn de scharnieren afgebroken. En in ieder geval gelukkig eerst de onderste en niet gelijk allebei. Maar Jessie die hangt heel vaak aan die deur, dus ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Nee. Als ze dus afbraken terwijl het hij eraan zou hangen. Ja. Dus weer een projectje erbij. Want alles is niet gebeurd. Ja, inderdaad. Nee. Even nieuwe scharnieren zoeken. Nou ja, wat ik dus straks even wilde vertellen is dat wij natuurlijk bezig zijn met het huis. Dat wij heel veel dingen gaan kopen en dat we daar bedrijven voor hebben benaderd, zeg maar, gevraagd voor offertes en dat soort dingen. En dat daar heel leuke samenwerkingen uitkomen. Nu wil ik geen Telcel reclame channel worden. Dus vind ik het wel leuk om even jullie te melden dat wij in zee gaan met bedrijven. Waar wij zelf ook, zeg maar, achter staan. En niet alleen maar voor de reclame en verkoop. Dus wij zoeken dingen die we leuk vinden. En dat daar dan een leuke samenwerking uitkomt. En dat we reclame willen maken voor die dat betreffende bedrijf, is dan omdat wij dus daar goed contact mee hebben en de communicatie goed gaat en dat het gewoon inderdaad zakelijk gezien toffe mensen zijn en daarom dan dus reclame voor maken en ja, daar krijgen we dan financiële tegemoetkoming voor en dat zullen we dan netjes vermelden onder in de beschrijving, want dat moet. Ja. Dus dat wilde ik nog eventjes vertellen. Maar dus alleen als we er ook echt achter staan. Nou, vond je dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan zien we jou heel graag weer bij de volgende video. En we zijn heel benieuwd wat jullie van het huis vonden. Ik hoop dat jullie het een beetje goed hebben kunnen zien. Want ik stond echt als een kip in de kop te filmen. Ja, sorry daarvoor. We hadden ook maar anderhalf uur de tijd. En er kwamen nog twee mensen kijken. Ja. Die ons gaan helpen met het een en ander. Dus het was vrij hectisch. Ja, en het was ook de eerste keer dat ik het zag. Dus ik wist niet waar ik moest kijken. En die camera was al helemaal ingezoomd. Nou ja, maar ik hoop toch dat jullie er wat van hebben kunnen zien. En we zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Eigenlijk gaan we snel weer terug. Dus, ja, zeker. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao.